Dag allemaal, vandaag in Binnen Aliade kijken we even terug naar Koningsdag. Of eigenlijk, hoe is Koningsdag ontstaan? Verder kijken we naar bewoners van een paalwoning. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? We hebben een terugblik op een show van Ernst, Bobby en de rest. En we hebben nog een leuke aankondiging. Natuurlijk sluiten we ook weer af met onze weerman André. Blij dat je kijkt naar Binnen Aliade van donderdag 28 april. Koningsdag is alweer voorbij. Heb je het ook nog gevierd? Het volgende filmpje legt uit hoe Koningsdag eigenlijk is ontstaan. In 1885 krijgt Nederland een nieuwe feestdag. Op 31 augustus vieren we de verjaardag van kroonprinsesje Wilhelmina. Prinsessendag. Als het prinsesje koningin wordt, wordt prinsessendag koninginnedag. De koningin wordt in 1902 ernstig ziek en er wordt gevreesd voor haar leven. Maar als blijkt dat ze weer aan de beter in de hand is, wordt haar koninginnedag een echt volksfeest. De vlag mag uit het raam en de oranje bitter uit de fles. De dochter van Wilhelmina, prinses Juliana, krijgt elk jaar op haar verjaardag een bloemenhulde bij Paleis Soestdijk. En als ze koningin wordt, verplaatst Koninginnedag naar haar verjaardag. Op 30 april kan iedereen genieten van het défilé bij het paleis of thuis op zijn eigen tv. De volgende koningin, Beatrix, is van 31 januari. Maar 30 april doet nog steeds wat zij wil. Het land in en koek happen. Met de inhuldiging van koning Willem-Alexander verandert onze nationale feestdag weer. Koninginnedag wordt Koningsdag op de verjaardag van de koning. 27 april. Talle en Ansje hebben een paalwoning in Beeteslaag. En binnenkort krijgen ze een baby. Als het zover is, dan laten wij jullie dat natuurlijk zien. Maar eerst nemen we even een kijkje in hun woning. Wat leuk, waar ben ik hier? Je bent hier in Beegerswaag. En ik zie daar iets op de achtergrond, iets fantastisch. Wat, ja. Wat is dat eigenlijk? Dat is een paal met een nest erop en met olifant. Het nest hebben wij gemaakt en een kraan erop. Jeetje, dus jullie dat nest hebben jullie erop geplaatst, ja. Met een grote kraan. Ja. En sinds wanneer zit er daar dan een ooievaar in? Wat, er zitten twee in. Is dat een mannetje en een vrouwtje? Ja. En gaan die daar ook kindjes in krijgen? Dat weet ik niet. Heel spannend. Ja, heel spannend, ja. Nou, ik zoom even in op dat mooie nest. Want dit is wel heel erg mooi. Er zitten gewoon twee ooievaars in. En het is dus nog even afwachten en spannend of ze hier ook blijven. Afgelopen maandag hebben honderden cliënten van Aliade kunnen genieten van een geweldige show van Ernst, Bobby en de rest. De kaarten daarvoor werden beschikbaar gesteld door de Vrienden van Talant. Geweldig natuurlijk, hè? Even een korte terugblik. Nou, je moest een fotootje maken en die moet je opsturen. Oké, een fotootje maken. Nou, maar dan heb ik misschien nog een leuk idee. Als we nou met z'n allen nog één keer juichen,
dan is de pompoen op zijn grootst en dan maakt Ernst de foto. Oké, ik tel tot 1, 2, 3. Vind je de kermis misschien wel leuk, maar is het eigenlijk ook een beetje te veel lawaai? Op dinsdagmiddag 3 mei van 14:45 tot 3 uur is in Dokkum de prikkelarme kermis. Deze middag gaan de kermisattracties minder snel en is de muziek wat zachter en minder flitsende lichten. Dat is een stuk fijner. Dit was Binnen Aliade van donderdag 28 april. Wil jij bijvoorbeeld laten zien hoe je stilstaat bij 4 en 5 mei? Mail dan naar binnen@aliade.nl en wij nemen contact met je op. We sluiten af met onze weerman André. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Binnen Aliade. Goedenavond, dames en heren van Binnen Aliade. Ja, het is toch prachtig landschap hier mooi aan de IJssel bij Vezen. En ik laat jullie weer mooie weerfoto's zien. En daarna ga ik jullie vertellen wat voor weer het gaat worden voor de komende dagen. Morgen, de vrijdag, is het verder heel lekker rustig weer. We hebben een noordwestelijke wind, windkracht 2 tot 5. Het wordt maar zo'n 12 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk zo'n 18 graden in Limburg. Wel flinke temperatuurverschillen. Ja, de zon die kan geheel schijnen, maar vooral in het noorden kunnen er lokaal ook een paar buien voorkomen. Dan de vooruitzichten. Nou, zaterdag, dat lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Overdag wordt het graden 15. Zondag juist het even overgestelde, veel bewolking. Het kan af en toe druiloos zijn, daar wordt 14 graden. Maandag kunnen ook nog een paar buien voorkomen, ook daar zo'n 14 graden. Vanaf dinsdag lijkt het weer droger te worden met af en toe zon. En overdag wordt het zo'n 11 tot 12 graden en nachttemperatuur een graad of 7. Goed, dit was het weerbericht weer voor Binnen Aliade. Volgende week donderdag zijn we weer met een nieuwe uitzending in het journaal van Aliade. Ik wens iedereen een heel fijne weekend toe en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!